heel eenvoudig, vind een manier om je expertise te delen. En de productie van je content doet dat in het formaat dat je graag hebt. Is dat audio, is dat video, is dat webinars, dat maakt niet uit. Maar probeer dat te batchen. 10 op een dag, 20 op een dag. En dan zit je letterlijk 20 weken gerust. Dat is super belangrijk dat je zo denkt. Tweede is altijd zet je eigen en geef altijd keuze. Veld staat kort in brand. Hebben ze nu direct nodig? Maar de meeste mensen hebben dat niet. Heb iets om te geven. Al is het een webinar, een podcast, het maakt niet uit. Zodanig dat ze in uw loop komen, zodanig dat je een excuus hebt om terug te gaan. En te zeggen, hey, by the way, ik zag dat je erin zat. Hoe is het met u? Hoe is het met uw business? That's it. En dan niet stoppen. De drum. De drumbeats, ja. Ik moet die film duidelijk nog eens terug bekijken, want het is te lang geleden. Ja, maar dat is echt het extreme voorbeeld van wat sales moet zijn. Ja, ja, ik weet niet of dat nog echt sales is. Het zijn bedriegers ook, by the way. Ja, sure. Ik denk niet dat... ik weet, hoe heet dat meer? De wolf zelf, die heeft er toch niet zo heel veel nodig. Jordan Belfort. Ja, die... alhoewel, nu toch, komt regelmatig op tv tegenwoordig terug. Dus, hij is rijkant worden met coaching te geven. Ja. Dus... Een nieuw businessmodel gevonden. Hè. In Inch dat wel legitiem is, zoals ze zeggen. Ja. Dus, wat ik nog zou meegeven op je vraag te antwoorden, ik heb wel in op het werken in de business en aan de business, zodat ik ook sales onder zie. Begin met een tijd in te plannen die je aan je business wilt werken. Zie dat als een basis en bouw daar je project, werk je klantenwerk rond. Heel vaak zie je het omgekeerde proberen, dan zit ik hier 4 dagen billable en 5 dagen billable en uiteindelijk schiet er niets meer over. Dus zet als eerste erin, maak een non-negotiable en creëer dan, zoals Michel ook zei, een routine in dat je weet van elke week ga ik door deze cyclus een aantal calls, een aantal mensen dat ik wil spreken, een aantal proposals dat ik wil uitsturen. Ja. Als elke week voorspelbaar wordt, dan kom je ook gewoon in een routine die super normaal aanvoelt. Dus probeer er een structuur in te steken. Het tweede wat ik zou meegeven is, stel je altijd de vraag van what's the worst thing that can happen? Ik zie heel vaak heel veel mensen, mezelf inclusief, aarzelen om een nummer in te typen en gewoon een telefoon te gaan pakken. Ik ga die mens gaan storen, die gaat kwaad worden, die gaat mij een verachtelijk schepsel vinden. Dat is nooit het geval. Nee. Mensen zijn veel sympathieker dan we vaak denken. Dus wees ook niet bang, wat is het ergste dat kan gebeuren? Heel weinig, je hebt niks te verliezen. Nee. Dus het gewoon doen, zonder dat het perfect moet zijn, zonder dat je klaar moet zijn, zonder dat je de beste versie van jezelf moet voeden. Ja. En uiteindelijk, een nee is daarom geen ramp. Het is ook gewoon iets waar je bij ligt en waar je verder op kan werken. Het is gewoon een leermoment uiteindelijk. Hè. Ik ben soms blijer met een nee dan met een ja, want uit een nee leer ik, uit een ja leer ik niet veel. Je moet ervan uitgaan dat je nee krijgt en dan heb je niks te verliezen. Ja. De lake of rejection. Lake of rejection. Reject the rejection. Ja. Oké, we zijn vertrokken. Ja. Ik ben blij dat het vrijdag is, dat we zelfs een pintje kunnen drinken. Ja.